heet hij. Hij loopt weer lekker. Ja, ik heb Rem bij me. Met zijn voornaam. Rem. R-E-M. Oh, dat rent lekker. Dat rent lekker, Rem. Het draait lekker en het rent lekker. Ja, Rem die doet over 2 weken AVB-examen, voertuigbeheersing, gaat hij naar Amsterdam. En we hadden voor vandaag eigenlijk gepland dat hij zou gaan rijden op de openbare weg. Rijden, je moet toch ook naar Amsterdam voor je AVB, hè? Maar hij zegt, ja Dikkie Dik, mijn 8 is nog niet zo lekker. Dus nu hebben we besloten, dat is de doelstelling van vandaag. We gaan even die halve draai en die 8 eventjes oppiepelen. Kijk, nu wil hij zelfs een rondje extra maken. En als dit eenmaal goed is, dan gaan we nog een stukje rijden. Nou, ik heb eerst deze neergezet. Gewoon even een anderhalf rondje eromheen. Even weer 3 stapjes terug. Om daarna weer 5 stapjes hoger te eindigen. Ja toch? Trekkend 13, voetrem erbij, doorkijken, blijf remmen, Rem. Trek het nou, kerel. Ja, vanmorgen ook al een AVD-lesje, 2 AVD-lesjes gereden. En in Utrecht, zei ik steeds voor de gei, die zegt stop maar in het zonnetje. Gaan we even kletsen. Maar het zonnetje scheen helemaal niet. Maar toen stopten ze dus op de parkeerplaats. Ik zeg ja, dankjewel. Als je eenmaal op motor rijdt, dan schijnt altijd het zonnetje. Wist je dat? Voor je gevoelsaspect, hè. Als je eenmaal gaat motor rijden, schijnt altijd het zonnetje. Ik ga even wat anders neerzetten. De halve draai. Dat is mooi, dit loopt weer lekker. Doen we nog een keertje linksom en dan gaan we naar rechtsom. En als dat allemaal weer lekker vieren fluiten gaat, dan gaan we naar de 8. Dat is lekker. Rem, 12-13. Voetrem komt erbij. Dansje naar rechts. Schuin leggen, doorkijken. We gaan andersom. Aanloop van 1,30 meter, kan je het karakter lekker regelen. Gas vast, 12-13. Voetrem komt erbij, dansje naar links. Oh, over de pion. Blijf nou rijden. Ja, waar hij last van heeft, meerdere cursisten hebben daar last van hoor, dat je in de oefening aan je gas gaat hangen. Dat moet je niet doen. Het gas moet op een cruise control blijven. Vertrouwen in de voetrem moet je hebben. Karakter 12-13. Voetrem vasthouden. We houden hem even vast, hè. Ja, ik heb hem weer even achterop gezet. Even helmpje opgezet. Petje af, helmpje op. Rem achterop. Even voelen. Met dikke dik achterop. Hij is nu wat meer aan het remmen. Mooi, hè? We gaan naar de 8. We gaan het gewoon doen. Ik zet hem even lekker neer. We zijn bezig met de 8. Ik sta nu in de 8.
Hij moet om mij heen ruimte pakken. Dik, hardlopen. Doorkijken nu. Ja. We gaan het eens even bekijken van een afstandje. Dan zou het wel zo zijn kunnen zijn. Dat hij nu een voldoende trekt, hè? Zo, ik hoop voor hem. Hou vast, kerel. Hou vast, kerel. Lekker! Ja, dat doen we het voor, hè? Ja. We zijn dus vandaag 4 stapjes teruggegaan. Eerst even 1,5 rondje draaien, toen linksom, toen rechtsom. En nu zit hij weer lekker op een niveau voor het examen voor over 2 weken. Kansje. Ruimte pakken hier. Doorkijken nu. Dikkie wordt er vrolijk van. Dat is mooi, man. En daar schijnt de zon weer, hè? Daar ga ik zo meteen naartoe. Daar woon ik, hè? Daar schijnt altijd de zon, wist je dat? Ja, ja. Lekker, dankjewel. Ja, dat is in het plaatsje Asperen. Kijk, daar schijnt de zon. En hier schijnt de zon ook wel eens, maar... Vandaag iets minder. Nog 1 keer rem, je hebt het goed gedaan. Rem komt aanrijden, trekkend 12-13. En nu gaat hij ook in de rem. Voetrem. Achterrem, sleeptechniek. Kansje. Ruimte pakken daar zo meteen. Joep. En doorkijken. Ik ben trots op. Goed gedaan, rem. Woehoe.